Hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Jaar van de Tuin. Vorige week hebben we het over een echte jungle tuin gehad. En deze week is het wat gecultiveerder misschien. Het tulpenplantseizoen zit er namelijk aan te komen. Tulpen die zien we nog nergens. Ze zitten ook nog niet in de grond als het goed is. Nee, dat gaat allemaal komen. En ik kan daar een heel verhaal over vertellen. Maar ik ken niemand die me dat beter kan vertellen dan degene die nu naast mij staat. Carla Teunen, oud-hortulana van de Hortus. Hier in de Hortus. Gewoon thuis. Gewoon lekker thuis, lekker makkelijk. Welkom in de uitzending. Dankjewel. En bedankt dat je ons hier verwelkomt in de Hortus. Ja, heel plezierig natuurlijk. En tulpen, iedereen weet wat een tulp is. Iedereen weet hoe een tulp eruit ziet. Ik zal er eentje pakken. Hier ligt een zakje met tulpenbollen. Dit is een tulpenbol. Hij is alleen zijn velletje een beetje kwijt. Maar het zijn van die driehoekige bollen met een puntje. Dat is dus ook echt boven. En onderaan de bolschijf. En daar komen de worteltjes aan. Dus als je hem plant, moet je hem ook zo planten. Als je hem op zijn kop plant, dat vindt hij niet zo leuk. Maar het interessante aan die tulpen is, ze komen hier niet vandaan. Ik bedoel, Nederland kennen we allemaal als tulpenland. Ja, maar het is niet zo. Maar het is niet zo. Nee, het is niet zo. Maar als ik in een excursie aan mensen vraag, waar komen tulpen vandaan? Dan zeggen ze uit Turkije. En dan zeg ik, niet helemaal. Want ze komen via Turkije, maar oorspronkelijk in het wild kan je nog steeds gaan kijken in landen als Kazachstan, Oezbekistan, Turkmenistan, Kyrgyzstan. Daar komen tulpen vandaan. Dat is in Midden-Azië. Centraal-Azië. Maar als ik in een groep aan Amerikanen vraag waar komen ze vandaan, dan gaan ze zingen Tulips from Amsterdam. En het leuke is, dan is de sfeer in een excursie ook meteen helemaal prima. Ja, precies. Maar hoe zijn ze dan? Hoe is dat dan gegaan? Dat ze van daar naar hier zijn helemaal gekomen? Precies weten we dingen niet. Ik denk dat een of andere Turkse handelaar in een karavaan op een kameel of gewoon op de grond bloeiende bloemen heeft gezien en heeft gedacht van in het voorjaar rood. Er is niet zo gek veel rood in het voorjaar. In die streek ook wel anemoontjes, maar echt zo'n mooie statige rode bloem is er nauwelijks. Die heeft ze dus waarschijnlijk meegenomen en dacht, die kan ik verhandelen. En dat is die gaan doen. En we weten uit boeken dat in de 12e eeuw tulpen in Turkije al commercieel geteeld werden. Dus al heel vroeg. En wij hebben een tulpenkoorts gehad in de 17e eeuw. Zij hebben een tulpenkoorts gehad ongeveer een eeuw eerder. Bij Suleiman de Prachtlievende, alleen de naam ben ik al helemaal enthousiast over, die had al het geld wat hij ook maar kon bij elkaar schrapen van de regering, van de marine, noem het maar op, allemaal gestopt in tulpen. En die waren dus overal geplant in tuinen van hemzelf, bij harems, van tuinen van vrienden. Hij gaf ze cadeau, want dat was natuurlijk best een mooi cadeau. Op tafelversieringen stonden ze, totdat zijn zoons zeiden, en nu is het genoeg. Want al het geld van de hele regering zat erin. En Turkije was toen toch eigenlijk een belangrijk land. Ook een oorlogsvoerend land. Dus ze hebben hem gewoon afgezet, kopje kleiner gemaakt. En dat was het eind bij hun van de tulpenkoorts. Ze zijn wel doorgegaan met tulpenkweken. Maar niet meer in zo'n belachelijke tulpenmanie. Oké, en toen zijn ze bij ons terechtgekomen en toen kregen wij de tulpenmanie. Ja, maar dat was een tikkie later. Ja, dat komt omdat ze zo mooi zijn natuurlijk. Onze eerste directeur, Carolus Clusius. Hier in de Hortus. Ja, die hier in de Hortus onze eerste directeur was van deze tuin. De eerste aanleg in 1594, daar was hij al bij. Hij was gekomen na een paar jaar aarzelen, brieven schrijven, toch maar. Op 18 oktober 1593, dus in feite bijna morgen, want het is vandaag 17 oktober, kwam hij aanreizen met een koets bij het academiegebouw. Ze hebben hem meteen op een stoel geplonkt, contract laten tekenen en binnen was binnen. En hij was degene die de tulpen meenam. Hij had ze al hier staan, heeft ze hier in de Hortus gezet, want dit was niet de eerste plek waar ze stonden. Nee. Maar van hier gingen ze kruisen. En hier gingen ze de tuin uit en hier begon die gekte een beetje. Ja, toen hij met die tulpen binnenkwam, was er nog geen tuin. Hij was aangetrokken om die tuin te maken, maar hij was 67, reumatisch, een beetje oud. Zijn heup was uit de kom geschoten, dus dat ging allemaal niet meer om dan op die leeftijd een tuin aan te leggen. Dus hij mocht een tuinman aantrekken en dat was een beroemde apotheker uit Delft, Dirk Oudegaardszoon Kluyt. En met z'n tweeën hebben ze een tuin gemaakt.
Clusius als inspirator, Kluit als graver, aanplanter enzovoorts. En Clusius had dus in zijn koffertje tulpenbollen. En dat waren in ieder geval in Nederland zo'n beetje de eerste. In de Lage Landen waarschijnlijk niet helemaal. Want we weten in Antwerpen, natuurlijk een hele grote belangrijke stad in de 16e eeuw, grote haven, daar zijn ook al tulpen geweest in 1560. Maar er is niks mee gebeurd. Die hebben het over de beroemde tulpenvelden van Nederland, maar ik hoor nooit iemand over de beroemde tulpenvelden van Vlaanderen. Ja, ze zijn hier aangeslagen. Ja. En hier zijn ze dus terechtgekomen. En ze zijn er nog steeds. En als mensen nou, want je hebt hem nog in je hand, als mensen nou tulpenbollen hebben. Hè, je gaat naar de winkel, want nu is een beetje het moment om ze te kopen. Ja, het is nu het beste moment, want er is ruim voorraad. Er zijn nu veel soorten. Je kunt bij bollenkwekers, bepaalde bollenkwekers gaan. Er zijn plantenmarkten of bloembollenmarkten. Er zijn ook in bepaalde kwekerijen en tuinen ook allerlei markten. Ik zou ze nu kopen, want dan heb je lekker keus. En je kan er ook eens lekker veel kopen. We verkopen ook tulpen in de Hortuswinkel overigens. Maar ik zou nog even wachten met planten. De grond is nog erg warm, dus wacht nou tot in november, half november, plant ze dan. En ik roep altijd drin en dronder voor de kerst. Oké, dus nog even wachten, half november. En als mensen dan half november aan de slag gaan, hoe plant je een tulp? Dat weet niet iedereen. Eigenlijk is het heel makkelijk. Je moet er altijd van uitgaan dat dat spitse neusje boven moet. En de worteltjes die moeten dus beneden. En ik had een vriend die dus dat altijd categorisch omgekeerd deed. Dus dan kon ik ze er weer uithalen en zei: nee, oom Jaap, ze moeten met die dikke kant naar beneden, hun billetjes in de grond. Zo, daar zitten we dan. En je hebt hier dus twee bolletjes. Ja. Kun je aan zo'n bolletje, want je zei dat het zijn boerhavenbollen. Ja. Kun je dat er nou aan zien? Nee, je kan er niks aan zien. Je moet maar afwachten nergens, wat er uitkomt. Staat nergens boerhaven op nee, onderkant? Nee, staat er niet op. En het is ook niet aan de kleur te zien. Hyacinten kun je het soms wel zien. Een beetje paarsbollige hyacinten zijn vaak blauw. Een beetje rood gekleurde hyacinten zijn vaak rood of roze. Hier kan je niks aan zien. Een tulpenbol is een tulpenbol. Een tulpenbol is een tulpenbol. Je moet er of een bordje bij zetten. Of als je denkt, ik wil geheel verrast worden volgend voorjaar, zet je er niks bij. Kijk, ik prik een gat. En ik maak het een beetje ruim. Ik heb nou dit ding, want het is een heel prettig machientje. En ik zet ze erin, maar niet te diep. Niet veel dieper dan ze zelf dik zijn. Het hangt een beetje van een soort bollen af. Bollen die heel klein zijn, zet je echt veel ondieper. Nou, en dan plant ik er dus nog eens één. Je kan het ook met een tuinschopje doen, hoor. Ga een mooi gaatje maken. Een mooi gaatje maken. Hem laten zakken. Dit is vrij dicht op elkaar. Meestal plant je ze iets verder, maar ik hou van een veld met kleur. En in de keukenhof planten ze ook vrij dicht op elkaar. Dat heet keukenhofplanting. Dit is het ongeveer. Ik plant zelfs nog wel iets dichter bij elkaar. Maar niet bovenop elkaar, want dat is niet goed voor ze. Dan komen er altijd die niet uitkomen of wat dan ook. Dus een beetje een afstand van elkaar. Mooi kleur. En dan dichtgooien. Gewoon grond erop. En een beetje aanduwen, niet stampen, maar een beetje aanduwen. En dan maar wachten tot er volgend voorjaar iets opkomt. En dat is het? Dat is het eigenlijk wel, ja. Je hoeft geen gieter water overheen? Nee, hoeft niet. En zeker in deze tijd niet. Het regent vaak. En als je de grond voelt, kijk, hij is vochtig genoeg. Zie je het? Ja, precies. Het toplaagje is altijd een beetje uitgedroogd. Dat is niet erg, maar zo is het prima. Oké. En je kunt natuurlijk ook tulpen met andere dingen door elkaar planten, die een beetje leuk bij elkaar zijn. Blauwe druifjes vinden sommige mensen mooi. Maar er zijn ook mensen die ze tussen de vaste planten in de border zetten. In Engeland zie je heel vaak tulpen samen met vergeetmenietjes. Want die bloeien ook wel redelijk tegelijk. Oké. En dan is het dan nu wachten. Nou ja, we gaan ze er zo weer uithalen, want het is nu nog te vroeg. Het is nu nog veel te vroeg. Half november. En dan in het voorjaar, dan komen ze. Ja. En dan laat je ze lekker uitbloeien, laat je ze staan. Wat doe je er, wat kun je er dan het beste ik laat mee ze doen? Staan, maar ik kop ze. Dus de uitgebloeide bloem eruit halen. Net onder waar de bloem heeft gezeten, waar het vruchtbeginsel is. Want in de stengel zit nog een heleboel voeding. Dat gaat weer terug naar de bol. Weer de bol in. En dan krijg je dus een mooie grote bol. Alleen om ze jaar na jaar in tuinen te hebben,
dan lopen ze terug. Dus wij halen ze er vaak uit. Ik heb een paar witte tulpen vlak bij ons hortuskantoor. Die staan er al een jaar of 10. Het worden er nu wel minder. Ik had er 12 en er zijn er nu 8. Die geef ik in het voorjaar mest. Okay. En gewoon vloeibare kamerplantenmest. En ze doen het nog steeds. Ja. Dus het valt alles mee. Zo, we staan hier naast een stel dahlia's. En daar zit, hier zit een bijtje. Ik zie hem zitten. Ja. Ze heeft het er maar druk mee. Zijn tulpen nou een beetje bijenplanten? Een beetje wel, maar het is niet wat je noemt een super bijenplant. Maar bijvoorbeeld dingen als krokus in het vroege voorjaar, daar zijn ze helemaal dol op. En die staan ook lekker open. Maar je moet altijd enkelbloemige dingen hebben. Als je dubbele tulpen hebt, zitten er geen meeldraden meer in. Enkelbloemige dahlia's, hier komen ze altijd heel veel op. En ze zijn vooral in het voorjaar heel veel stuifmeel aan het halen. Omdat ze daar raten mee maken. En in de raten legt de koningin eitjes. En ja, die precies. Uitjes worden larven. En de larven, die eten weer stuifmeel. Nou kennen wij iemand die dat heel mooi kan vertellen. Grace is laatst op bezoek geweest bij Henk Jan in zijn achtertuin. Waar hij een bijenkastje heeft neergezet. En die weet er heel erg leuk over te vertellen. Dus laten we daar eens naar gaan kijken. Henk Jan. We zijn vandaag in jouw tuin, want daar is best wel iets bijzonders. Je hebt namelijk een aantal bijenkasten in de tuin. Ja. Vertel eens. Eigenlijk heeft dat een soort van deur geopend naar, eigenlijk naar de natuur. En de verwondering voor de natuur en eigenlijk alles wat verbonden is met het houden van bijen. Dan ga je op een gegeven moment kijken van oké, welke planten zijn belangrijk, hoe kan ik mijn tuin inrichten voor bijen, zeg maar. En dan word je opeens bewust van de stand van de zaken van ons milieu, van de natuur. En daar word je enthousiast van. Het is leuk om daarmee bezig te zijn. Soms word je ook een beetje verdrietig van. Ja. Maar dat is eigenlijk een beetje op die manier aan het rollen gegaan. En dan wordt één kast wordt dan twee kasten. En twee kasten worden langzamerhand dan ga je zo groeien. Ja. Dus nu hebben we een paar kasten. Ja. Nou zie ik in jouw tuin echt best wel veel planten die geschikt zijn voor bijen, maar zeker ook voor wilde bijen. Heb je daar ook speciaal iets mee gedaan in je tuin? Het meeste wat je hier ziet, dat is wel een waardplant. Het zijn wel dagplanten waar bijen en hommels wel echt iets aan hebben. Het leuke hiervan in ieder geval is dat wij hebben bijen in de tuin en een tuin vol met bijenplanten, zeg maar. En er zitten alleen maar hommels en zweefvliegen en allerlei wilde bijen bij ons in de tuin. Je ziet sporadisch een honingbij, zeg maar. Ja. Die bijen die zijn natuurlijk wat georganiseerder, dus die hebben hier geen interesse. Ik denk dat het magische woord is balans. Je moet natuurlijk geen 20 kasten neerzetten in een gebied waar weinig gedracht is, waar weinig bomen en weinig planten zijn. Dus je moet kijken naar hoeveel natuur is in de omgeving. En daar jezelf op aanpassen, zeg maar. En daar moet je gewoon rekening mee houden. Maar ik denk wat voor iedereen geldt, is dat je hebt niet zo heel veel grond nodig om het verschil te kunnen maken. Neem zo'n Bulea. Kijk, die neemt de 3 tegels uit de grond en je hebt gewoon zo'n fantastische struik staan. En als die in juli, augustus in de bloei staat, dan zit die gewoon vol met hommels en vlinders. En je hebt echt gewoon zo'n stukje grond nodig. Ja. Dus dat is eigenlijk, dat is denk ik in ieder geval hoe we met z'n allen moeten denken aan. Ik snap dat je een stuk grond wil hebben met tegels waar je een barbecue wil zetten en dat het makkelijk is. Ja. Maar soms zijn twee planten, is dat het verschil. Omdat als een hele wijk dat doet, dan voorzie je dus een hele wijk van voedsel voor bijen. Nou zie ik dat jij een heel mooi stroompje in de tuin hebt. Ja. Heb je dat ook speciaal zo ingericht vanwege insecten? Of? Maar wij hebben hier dan een stroompje en daar hebben we dan helemaal volgegooid met kiezels. Want vooral in het voorjaar hebben bijen heel veel behoefte aan water halen. Als je hier in het vroege voorjaar komt, dan zitten hier heel veel bijen op. Dat is een hele functionele indeling van de tuin, maar toch heel erg sfeervol eigenlijk. Ja. Hey Henk-Jan. Hoe ver vliegen bijen nu? Want jij hebt een heel mooi tuintje, maar je zei al, daar maken ze niet per se veel gebruik van. Dus ze gaan toch de wijde wereld in. Ja. Hoeveel vliegen ze per dag? Waar vliegen ze naartoe? Weet nou je ja, een bij vliegt hemelsbreed natuurlijk. Hè? En die vliegt ongeveer, kan tot 3 kilometer vliegen. Okay. Dus dat is een behoorlijk eind. Alleen, bijen zijn natuurlijk zijn geen domme beestjes. Als zij niet ver hoeven te vliegen, dan gaan ze dat natuurlijk niet doen. Hè? Want hoe verder je vliegt, hoe meer energie je verbruikt. Dus zij gaan daar heel efficiënt mee om. Okay. Maar als jij in een stedelijk gebied woont en jij zet een bijenkast neer en in jouw omgeving is weinig te halen, nou, dan kunnen ze zo 2-3 kilometer gaan vliegen, zeg maar, op zoek naar planten die nectar leveren. En hoeveel honing kunnen ze nou maken?
In principe halen bijen ongelimiteerd. Het is niet zo dat ze op een gegeven moment denken van en nu hebben we genoeg. Een bijenvolk heeft ongeveer in de winter ongeveer 12, 14 kilo aan voedsel nodig in hun kast. Het is niet zo dat als ze 14 kilo hebben gehaald dat ze stoppen. Okay. Het is echt afhankelijk van als alle omstandigheden goed zijn. Dus je staat in de buurt van bijvoorbeeld een mooi lindenbos waar echt heel veel nectar te halen is. De grond is lekker nat, het is lekker 24 graden en het waait niet. Mm-hmm. En dat heb je 2 weken, ja, dan kan een volk kan echt, dan gaan een kans. Dan kunnen ze 40, 50, 60 kilo halen. Kijk, een bij gaat pas vliegen als het een graad of 15 is. Dan kunnen ze echt lekker vliegen, zeg maar, en het liefst nog iets warmer. Maar als het 11, 12 graden is, dan doen ze niet zoveel. En ook heel veel bloemen die wij hebben hier in de omgeving, zeg maar, die geven geen nectar als het erg koud is. Mm-hmm. Nou, we hebben dit jaar dan een koud voorjaar gehad. Ja, dan halen ze wel wat binnen. Maar dat is echt net genoeg om zichzelf te bedruipen. Dus ja, als imker, nou ja, houdt daar niets aan over, zeg maar. Dus het is echt afhankelijk van heel veel factoren. Wat belangrijk is als je met de natuur bezig bent, is dat je moet jezelf verwonderen. Je moet gewoon goed kijken en de tijd nemen. En dan ook als je een klein tuintje hebt, gebeuren hele mooie dingen. Dus dat is belangrijk. En hier staan we naast meneer Carolus Clusius, die eerste directeur, die een beetje aan het begin stond van die tulpenmanie. Tulpenmanie, tegenwoordig, in dit tijdperk is dat tulpenmanie.org. Ooit van gehoord? Nee, daar heb ik niet van gehoord. Wel van tulpenmanie. Nou, de tulpenmanie.org, dat is de website van een project, een burgerwetenschapproject met tulpen. En ik trof laatst Leonie Kaptein en die heeft mij uitgelegd hoe het daarmee zit. Dus laten we daar eens naar gaan kijken. Hallo, ik ben Leonie Kaptein van Tulpenmanie in Leiden 2022. In 2022 is Leiden European City of Science. En hebben we de ambitie om een Bioscience Park in uw achtertuin of voortuin te brengen. Hoe doen we dat? Hier hebben we een zakje met 10 tulpen van Tulipa Masterpiece. Gekweekt door de eerste biologische tulpenboer, bolleboer van Nederland. Bij ieder zakje wat u koopt maakt u kans van 1 op 10 om de gelukkige winnaar te zijn. En hoe weet u of u winnaar bent? Dat ziet u in het voorjaar. Er zitten in principe 10 rode tulpen in. Maar misschien 1 op 10 maakt u kans, is er een andere tulp die opkomt in het voorjaar. En dan, als u wilt, kunt u meedoen met het onderzoek. Dan komen we een bodemmonster halen uit uw tuin. Dat gaan we analyseren met het allernieuwste DNA-onderzoek. Dat heet met een moeilijk woord metagenomics. En wat betekent dat? Dan gaan we DNA analyseren uit het aarde wat aanwezig is rondom de tulp, de wortels van de tulp. En dan gaan we al het bodemleven analyseren. Alle bacteriën, alle schimmels, alle beestjes, aaltjes, noem maar op. En zo kunnen we wat leren over de biodiversiteit die aanwezig is in Leiden en omstreken. En om dat at random te doen en een leuke keuze te maken, hebben we dit ludieke project bedacht. We verkopen ze in de winkel van de Hortus. Bij de kassen van de Hortus kun je ze kopen. En ja, ik vind het heel leuk als iedereen meedoet. En dat echt iedereen in Leiden meedoet. Dus ik ben al heel blij. Er was pas iemand die heeft een geveltuin. Die durfde het net aan, net niet aan. En toen heb ik uitgelegd, je kunt alles vinden op de website. Het staat ook op de achterkant van het pakje. En op 10 november komt er een speciale uitzending van Jaar van de Tuin. En dan komt er een bodemcoach die legt helemaal uit hoe dat moet. Heel makkelijk. Iedereen kan het. En de bodemcoach is dus de boer die al sinds 8 jaar bezig is om te leren hoe kunnen we zonder chemische bestrijdingsmiddelen tulpen of andere bollen kweken. Het is echt niet moeilijk. Iedereen kan het. Gewoon, je hebt hier de tulp. Nou, iets vertellen. Gewoon 3 keer hoe hoog de tulp is, zo diep plant je de tulp. Hij doet het in feite alle grond. Het liefst in zandgrond, maar het eerste jaar doet hij het in alle type grond. En nou, je kunt altijd dingen aan nazoeken op tulpenmanie.org. Leuk als jullie meedoen. Wij staan hier in zo'n prachtige tuin, we boffen maar, op deze mooie herfstdag. We zijn laatst in de Zeeheldenbuurt geweest bij Iris. Die heeft een tegeltuintje daarachter liggen. Dat vinden wij natuurlijk heel erg zonde. Nee, dat vinden wij helemaal niks. Dat vinden wij niks. Dus we zijn eens gaan kijken of we kunnen gaan plannen om haar een mooiere tuin te geven. Een mooie, wat natuurlijkere tuin. Zullen we eens gaan kijken hoe dat gegaan is. We zijn vandaag weer voor een nieuw tuinontwerp in de Zeeheldenbuurt. En deze keer ga ik op bezoek bij Iris. Iris heeft een voortuin en een achtertuin. Die achtertuin is heel lang en heel smal. Dus we hebben Dillis weer meegenomen om voor haar een mooi tuinontwerp te tekenen dat ook gewoon bij haar leven en haar wensen past.
Hoi, dankjewel. Kom binnen. Nou, dankjewel dat we hier mogen zijn. En je had je aangemeld voor een tuinontwerp. Ja, dat klopt. Kun je uitleggen, misschien eerst even over wie je zelf bent? Ik ben Iris. Ik woon hier samen met mijn vriend en zoontje 2 jaar in Nieuw-Leiden. We komen uit Rotterdam en hierheen zijn we gaan kopen. Ah. Heel blij met het huis, heel gezellig straatje. Alleen ja, de tuin is wel heel tegelig. Ja, oké, nou, daar kan ik me voorstellen. Ja. Je houdt meer van planten en van groen dan? Ja, bloemetjes, wat je langs de berm ziet, klaprozen, wildgroei, gezelligheid. Oké, dat hoop je dus nu met zo'n tuinontwerp er een beetje in te ja, krijgen. Ja, en het is allemaal heel klein, dus ik ben ook benieuwd hoe dat dan mogelijk is. Ja, precies. En heb je daarbij, wat je zei al, je hebt een zoontje. Nou, dat is, ik kan net zien zitten, dat is nog echt een dreumetje. Ja. Dat lijkt me iets om rekening mee te houden. Heb je nog andere dingen waarvan je denkt... Ook een beetje praktisch. Fietsen moeten er wel gewoon kunnen blijven staan. Fietsparkeerplaats. Ja, inderdaad. Voor de rest, heel veel ruimte is er dan denk ik niet meer over. Een zandbakje zou leuk zijn. En heb je een beetje groene vingers? Ik hou dus wel van planten en bloemetjes. Maar om het allemaal altijd in leven te houden is dus wat moeilijker. Oké, dat heb je wel inmiddels gemerkt. Ja, zeker. Nou, dan ben ik heel benieuwd. Dan gaan we dat zo meteen eventjes... met Dillis ook de tuinontwerper. Ja. Die gaat jou daar dan bij daarover advies geven. Dus dan gaan we zo meteen wel zien wat er uitkomt. Want we hebben het al eventjes de voortuin gezien. En dan zo meteen ook de achtertuin. Ja. En dan, wordt het spannend. Nou, hey Iris, leuk dat ik hier vandaag mag zijn bij je jonge gezin. Ja, klopt. Want je hebt 2 plekjes waar we naar gaan kijken vandaag. Zowel voor als achter. Ja. Kan je mij misschien dat eerst even vertellen van, wat wil je allemaal voor je voortuin? Wat wens je? Nou, ook een beetje praktisch. Dus onze 2 fietsen graag een plekje voor hun. En een zandbak zouden we leuk vinden. Leuk. We houden dus wel van groen. Dus ook nog in de kleine ruimte iets groens zou leuk zijn. Ja, dan is er veel winst te behalen, denk ik, hè? Ja, toch? We hebben nu nog geen groen gezien in de voortuin. Nee, alleen maar tegels. Ja, en toen ik aankwam, toen zag ik al eigenlijk toen je fietste gewoon eigenlijk recht voor het raam. Ja. Dus dat zou misschien al mooi zijn om die eigenlijk uit zicht te werken. Ja, zeker. Dus als we die eigenlijk kunnen die het beste helemaal naar links gaan plaatsen. Dat je, als je op de bank zit, dat je niet op je fiets uitkijkt. Nee, dat zou fijn zijn. Dan dachten we van, kunnen we een haagje gaan maken bij het hek. Ja. Zodat je mooi, als je dus op de bank zit, uitkijkt op groen. Ja. En dat je misschien ook een beetje het zicht tegenhoudt van de mensen die hier langs lopen. Dat is ook fijn, want we hebben inderdaad veel inkijk. Kan me voorstellen. Ja. Het is een heel schattig straatje. Kan me zo voorstellen dat er veel mensen voorbij lopen om eens even te kijken hoe leuk het is. Ja, we zwaaien wel leuk, maar af en toe is het ook gewoon lekker. Dat is niemand. Een beetje privacy. Ja. Dus dacht een haagje. En zelf had ik in gedachten, dat heet een Viburnum tinus. Dat is een mooi wintergroen haagje. Zodat je in de winter inderdaad niet naar dorre takken kijkt, maar ook naar groen. En ze hebben zelfs besjes. En in het voorjaar heeft het een witte bloesem. Dus de Viburnum tinus als haag. Dan hadden we bedacht, een klein zandbakje kan net naast de deur. Ja. En dacht ik, is het misschien wel heel erg leuk om daarnaast een klein bankje te maken. Zo'n anderhalf zit, die past er precies nog tussen bij jullie ruimte. Ja, inderdaad. En dan kunnen jullie ook nog, als jullie een kleintje aan het spelen is, ernaast zitten. En dan kijken jullie nog uit op het groen. Ja. Waar we ook nog wat groen op kunnen doen, zijn de wanden. Ik zag, je hebt 2 kale muren. Ja, klopt. Nou, waar muur is, kan groen op, denk ik altijd. Heel leuk, ja. Ja, het is een schaduwplekje, dus dan ben je altijd wat beperkter in je assortiment. Dus wat wel kan, is de jasmijn. Oké. De jasmijn is wintergroen en die geurt heerlijk in de zomer. Dus witte bloemetjes met geur. Ja, leuk. Mooi. Nou, dat is dan de voortuin. Maar je hebt nog een ruimte, hè, achter. Yes. Vertel eens, wat zou je voor achter willen? Er komen 2 konijnen aan. Die willen we helemaal tegen de achterkant aanzetten. En die willen we eigenlijk ook een beetje vrij laten lopen in de tuin. En voor de rest houden we van sfeer, gezelligheid, vrolijke bloemetjes. Ja, dat. Zijn er nog specifieke kleuren die je mooi vindt? Rood, oranje, geel, vrolijk. Leuk. Ja. Klinkt heel erg leuk. Ja, wat je al zei, wat natuurlijk opvalt hier. Het is natuurlijk heel smal, klein tuintje. Ja. Dus wat je dan eigenlijk als eerste dacht, wat je dan kan doen, je kan de hoogte in. Hè? Wanneer we weinig ruimte hebben op de grond, moeten we de hoogte in gaan werken. Dus hoe vind je het als we mooi een pergola gaan maken? Ja, heel en dan leuk. Ook eigenlijk in een zigzag. Want door de zigzag breekt het ook... de rechte lijn. Ja, dat vind ik een heel leuk idee. Ja. En dan over de pergola heen, wat ik een hele vrolijke klimmer vind, het heet de trompetbloem. Ja. Trompetbloem die bloeit oranje, 3 maanden in het oranje. Ja. Dus om die er doorheen te doen, en dan kan je ook nog een klimmer doen. Dat is bijvoorbeeld een clematis, kan je doorheen doen, die in het voorjaar bloeit. Dus dan heb je roze bloemetjes al in het voorjaar, en dan heb je in de zomer heb je oranje bloei over de pergola heen. Ja. Eens even zien. Ik zie, je kijkt zo recht naar achter, en nu zie ik, als ik naar achteren kijk, zie ik eigenlijk... Ja, wat is het? Schutting? Ja, en een van de buren. Ja, door je plantjes. Door plantjes.
Dus ik denk dat het beste is om daar dan iets wintergroens ook te plaatsen. Oh, ja. Dat altijd als je naar achter kijkt, dat je uitkijkt op de grond. Ja, vind ik gezellig. Leuk. Ja, dus je zet daar eigenlijk een bamboesoort die klein blijft, niet woekert. En die kan ook tegen schaduw. Ja, dus nou, dat is top, want daar komt geen zon. Ja. Dus dan kunnen we dat daarachter doen. Ja, dus wat dan nog op, want je hebt natuurlijk allemaal schuttingen zo aan de rechterzijde. En volgens mij vertelde je dat dit de eerste stuk valt in de zon en het tweede stuk valt in de schaduw. Ja. Dus dan kunnen we daar mooi klimmers tegenaan gaan planten. En dan het eerste gedeelte is dan eigenlijk het zonnestuk, waar ook jullie zitje komt. Ja. Nou, wat ook een enorme vrolijke plant is de kamperfoelie. Die bloeit een beetje geel, oranje, rood. Ja, dat klinkt goed. Ja, en die heeft dan ook nog besjes en die geurt. Nou, dus alles in één. Ja, dat is alles in één. Dat is ook lekker bij waar je zit. En dan in het achterste stuk, waar meer schaduw is, kunnen we een braam doen die klimt. En die heeft geen doorns, dus dat is ook wel fijn voor jullie zoontje. Stop. Ja, en die blijft ook wintergroen. Leuk. Dus kunnen we aan de achterzijde doen. En dan zei je dat je het ook nog wel leuk vond om te koken met kruiden. Ja. Om dan eigenlijk ook nog een beetje een verhoogde bak te maken met kruiden erin. Ja, superleuk. Ja, en dat kwam dan precies nog in het zonnige stuk. Ja, nou, dat klinkt helemaal goed. Mooi! Ja, leuk. Nou, jullie kunnen aan de slag. Nou, je echt zegt dat. Zo, nou ja, ik ben benieuwd hoe het eruit gaat zien bij Iris op den duur. Ja. En onze tijd is alweer op. Carla, bedankt dat je er was. Nou, ik vond het een enorm leuk gebeurtenis. We hebben een paar goede dingen met tulpen kunnen doen en erover vertellen. Dus jij ook heel hartelijk bedankt. Ja, ik hoop ook dat mensen nu zich een beetje aangemoedigd voelen om tulpen in de grond te gaan zetten. Als ze niet wisten hoe dat moest, nu weten ze het wel. Ja. Ze weten ook waar ze vandaan komen. Heel erg bedankt. Carla, tot de volgende keer. Ja, graag en tot ziens. En u ook tot de volgende keer bij Jaar van de Tuin.